Een goede, stevige bilpartij is geen sinecure voor de doorsnee mens. Sterker nog, als je niet een beetje oplet, dan zakt alles als een soort pudding daarin heen. En trainen ligt dan natuurlijk het meest voor de hand. En straks wat goede tips daarvoor. Maar sommige mensen pakken het grondiger aan. Kijk uit, deze reportage bevat schokkende beelden. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Kim Kardashian casht al jaren met haar kont. En rond, ronder, rondst is haar devies. My ass, the bum. De tegenwoordig doe je niet meer mee als je je zitvlees niet in een goede belfie vereeuwigt. Bottoms up, baby! Yours looks bigger than mine. Mine looks bigger than... Yeah, it does look bigger than yours. Oh my gosh. Look at her butt. Look at her butt. This product could potentially change my life. Well, not my life. My butt. Look. Iedereen wil dus een goed gevulde derrière en daarom is er voor de billenboer genoeg achterwerk aan de winkel. Kim has denied her butt is fake, putting forward this x-ray to prove she doesn't have implants. But of course, fat injections are also a very popular way to increase your rear end dimensions and that wouldn't show up in an x-ray like this. All them girls shook my big fat ass gal. Cardi B got butt injections when she worked as a stripper because she thought it would help her make more money. Zijn billen brandt, moet op de implantaten blaren zitten. Instead of seeing a cosmetic surgeon, she went to a basement apartment and paid a woman $800 to illegally inject her butt with filler. It was the craziest pain ever. I felt like I was gonna pass out. I felt a little dizzy, and it leaks for like 5 days. My implant flipping backwards. I don't think an implant's supposed to do that. Oh. It shouldn't be able to flip. Maar ook dat filmen ook. Ja. Waarom film je dat? Voor social media. Voor social media. Ja. Ja, maar dit is natuurlijk ook echt... Kijk, je moet van dat soort operaties en injecties... en weet ik veel wat ze allemaal verzinnen... gewoon heel ver vandaan blijven natuurlijk. Als je grote billen wil hebben, moet je hard trainen. Ja, maar doen wij dat in Nederland ook, dat injecteren en dat opereren? Ja, heel veel. Ja. Het is eigenlijk 2013 was het volgens mij dat Kim Kardashian de zogenaamde belfie, hè, een selfie van haar billen, op internet zette. En dat daarna iedereen dacht, wow, grote billen. Mm-hmm. Beyoncé erachteraan, weet je wel. Ineens was het, dat moet je hebben. En dat is ook positief. Want daarvoor was het natuurlijk altijd die graadmagere modellen, alles plat. Mm-hmm. En nu is de volle vrouw, dat is echt iets heel moois en iets goeds. Dus... Maar kunnen die vrouwen die dan... De rest mag niet vol zijn, het moeten alleen die billen zijn. Nee, dat mag best lekker rond en lekker sterk. En kunnen die vrouwen die eerst graadmager waren en lekker plat... dan ook ineens een enorme billen krijgen? Nou, dat is natuurlijk hun grote uitdaging. En dan heb je allerlei dingen op de markt en allerlei trends. En we kregen hier ook van alles toegestuurd. Met een soort... patches, die plak je op, hè? Ja. Ja, maar neem jij die nou mee naar huis, kan je zeggen? Ja. We moeten eigenlijk eventjes een oefening doen. Want dan kunnen we thuis het hele weekend door... kunnen we voor de tv, als we RTL 4 kijken... kunnen we dat gaan we de gym in? Ja, we gaan de gym in. Dus jij doet dit de hele dag, Arie. Dit is, dit is een deel van jouw werk. Ja. Wat is Kijk, nou een simpele... Er zijn simpele oefeningen. Iedereen kent de squat. Die kan je ook gewoon op je bank doen. Dat is gewoon zitten, staan, zitten, staan. Zo zijn er heel veel. Maar ik wil er eentje voordoen. Dat is de moeder eigenlijk van alle biloefeningen. Mm-hmm. Luc, als jij hierop gaat liggen... Ja. Maar je hebt geen benen! Ja. Hij heeft geen benen! Kijk uit! Jezus! Ja. Een gevaarlijke sportschool. Benen hier. Ja, dit zie ik graag. Wat je nu eigenlijk gaat doen, je schouders moeten hierop blijven... en dan ga je met je heupen omhoog. Dit is de hip thruster. Billen aanspannen. Kom, Bob. Wij doen het ook. Ik ook? Oh, ja. En dan gaan we. Een beetje Jane Fonda. Billen omhoog. Aanspannen. Oké, ik ga het dan doen. Deze kun je gewoon thuis doen. Dit is eigenlijk voor iedereen geschikt. Als je dit gewoon elke dag doet, dan kom je al een hele tijd. Gaat het bang? Ja, nee, heerlijk. Maar ik voel al dat het inderdaad in je hamstrings en in je billen komt terecht. Ja, grote kramp erin. Goed, nee, heel goed. Ik denk dat het wel goed komt. Ook. Niet luisteren naar de quick fixes. Hard trainen. Deze schitterende oefening die leidt ons tot het volgende. Als u nou denkt van die oefeningen, ik heb er wel wat meer nodig... dan kunt u even kijken bij ons op de app. Daar hebben we een aantal oefeningen van Arie op een rijtje gezet.